Nou, dit is het volgende projectje van Ineke. Nou, dit begint al. Dit is rozemarijn, tijm en hoe heet het? Lavendel uiteraard. Camille, munt staat er ook nog tussen. Wieslook, selderij, dat soort dingen. En dit is een beetje. Allemaal in dat voorste kleine rondje. En dan aan de buitenkant, wat wordt dat dan? Dit zijn allemaal een beetje vaste pointjes. Dat worden bloemen. Dat is de vrouwenmantel. Dat is, hoe heet dat, monnikskaps. Dat zijn die hoge met die paarse, die mooie bloemetjes. Oh ja, daar heb je perenbomen en... Ja. En hier komen van die grote bollen. Hier heb ik al de peultjes. Ja, oh dat zijn peultjes. Die ben je aan het kweken in die bak of zo en dan moet je ze uitzetten. Waar ga je die neerzetten dan? Hè? Waar ga je ze neerzetten dan? Nou, die hekken, die moeten eigenlijk een stuk opschuiven nog. Dan komen ze daar. Of zet ze hier. Ik weet het niet. Spinazie. Oh, spinazie. Dat is heel erg lekker. Maar ik heb de grote bladeren er pas allemaal afgetrokken. Dat hebben we laatst gegeten. Dat was wel lekker. De aardbeien die blijven gewoon staan. Die overleven de winter wel. Ja. Dit was artisjok. Maar die zijn denk ik helemaal verzopen. Ik zie slaapblaadjes. Ja, ik denk dat sla is. Volgens mij zie ik al iets van boontjes daar langs het hek.
pakketten. En die roze hier, dat zijn, hoe heet die dingen nou voor je? Kapsijns. Oké. Okay. Nou, daar gaat hij hoor. Ja. Poesje. Poesje. Oei, oei. Al een stuk uitgebloeid. Ja. En dat is wel leuk. Die zijn mooi, hè? Heel mooi. Watermeloen. Ja, lekker, water, lekker, water, lekker. Water. Gek om. Oh ja. Mais. Mais. Met eetbare bloemetjes. En dit is een kers. Dit zijn nieuwe aardbeien. En de oude aardbeien zijn gerooid. En dan wordt dit ook nog, doe ik hier ook. Omdat je nu heel veel gaat oogsten, heb je heel veel afval. Gisteren helemaal gesloopt. De boom die was helemaal overgroeid met die wingerd. Die verstikte helemaal die boom. Zo zonde. En het is een appelboom. Het is een appeltje. Is dat een meloentje? Kijk, komt daar een meloentje? Ja. Dan pink. Het zijn spruitjes. Spruitkool. Dit is een boerenkool. Boerenkool. Rode kool. Rode kool. Nou, en hier hebben we de broccoli. En bloemkool. En die zijn heel mooi. Dat zijn de spitskolen. Die zijn heel mooi. Waar? Kijk, deze is al klaar. Oh ja. Kijk, zie je? Ja, mooi. Wat zien ze er goed uit. Ja, dat zijn nieuwe andijvieplantjes. Oh, dat zijn weer nieuwe. Je kunt dat twee keer per jaar doen. Ja, ja, ja. En de tuinbonen hebben deze piepje tussendoor. En wij zien we wat. IJsberg slaan. Kan er ook eigenlijk bijna af. Ja. Lastige kleur. Worden spersiebonen. Er zijn alleen heel veel niet opgekomen. En dit is? Wat is dit ook alweer? Dit zijn, hoe heet het die lange? Snijbonen. Snijbonen. De mais schiet dan ook oogst.
kolen doen. Het goed. Lekker op. De bonen zijn er al af. Jongen, jongen. De edelwijs doet het ook goed. Oh, weet je, zuur nog. Laat je makkelijk los? Nee. En die dan? Nee. Nou, ik ben heel benieuwd, maar volgens mij is deze ook nog niet lekker. Ik ga het proberen. Ja, die is wel lekker. Wat ben jij doen eigenlijk? Hemels aan het weg zien te krijgen. Oh, dat spul. Ja, vreselijk, hè? Dat gaat heel diep. Dus. Sla. Muiskolven.